Wacht maar tot op de uitslag. Vertel. Ja, leuk. Spannend. Veel geoefend. We hebben nu al bijna geen stem meer. Ja, helemaal leuk. Maar dankzij de juf is het geweldig iets geworden. Dus. Ja, leuk. Ja. Is het een soort liedje wat je normaal gesproken ingestudeerd zou hebben? Nee, gelukkig. Nee, en deze mensen werken normaal in het dolfinarium. Helemaal verkleed. Huppakee. Ja! Nou, tot zo, hè. Succes. Met snuitje. Ja, goed. Ja, hij wordt oud. Hij wordt wel oud, maar hij leeft nog steeds. Daar is alles mee gezegd, hoor. Je rode vlekken van de zenuwen. Ja, laat kijken. Nee, dat heeft mijn dochter ook altijd zo, ja. Ja, hier, ja. Ja, als ze een nieuw vriendje heeft. Ik kan beter rode vlekken in je nek hebben dan klotsende oksels. Ja, zit alles goed? Prima. Leuk. Rode vlekken, ja, dat hoort erbij. Rode vlekken en koordenslag, dat bij elkaar maakt een leuk programma. Welkom terug. Ik wil eerst nog even weten hoe het met jullie gaat. Want het is natuurlijk een harde strijd geweest in Harderwijk nadat er twee koren doorgingen. Ja. Ja, volgens mij zijn we bloednerveus allemaal. Ja, echt waar? Ja, echt wel, ja. Ja? Ja. Heel erg? Nee. Nee. Ja. Maar wel, er ook wel lekker zin in, toch? Ja, dat wel. Ja. En wat vonden jullie van het commentaar wat jullie van ons hebben gekregen? Jullie zouden heel goed kunnen uitbouwen als koor. Ik hoorde dat in een klein stukje middenstuk waarbij de sopranen wel een hoog tegenpartijtje zongen. Ik zou het zo leuk hebben gevonden als jullie dat tijdens het refrein bijvoorbeeld geoctaveerd hadden. Ja, nou, dat hebben we eigenlijk toegepast op dit nummer. En dat laten we nou zien aan jullie. Nou, kijk, dat vind ik nou een fantastische reactie. Heel veel succes. Dankjewel. We veel meer een koor. Kijk, we hadden wel het vermoeden. Zie je. Van in het begin zat ik en dacht, oh ja, nou gaat het echt swingen. Hmm. Nou kan ik ook niet meer stil blijven zitten. Toen kwam er toch eventjes een diepje, maar je kreeg ze wel weer goed op pit. Ja. Dank jullie wel. Wij gaan overleggen. Wie maakt de envelop open? Wie kan dat? Ja, dat kan. Geluidsman. Oké. Tuurlijk. Die maakt de foto. Die maakt de foto. Kijk. Is dat morgen weer op YouTube met die bril? Nou, lekker. Oké.